lopen alleen maar van de bult af. Wind mee. Kan niet missen deze keer. Normaal heb ik een bandje ervoor, maar die ben ik vergeten. Zou je net zien op zo'n belangrijke dag. Maar dit gaat toch ook wel? Ja. Het is zeer zwaar, jongens. Dus het noemen niet voor niks de diepe hel. Ook wel de diepe hel, voelt het ook zo als je hem loopt? Of? Ja, vorige keer was inderdaad bij 3 kilometer al omhoog. En aan het einde denk je, shit, ik ben er wel klaar mee. En dan moet je nog 7 kilometer. Wij wonen thuis een beetje aan de rand van het bos. Dus ik ben ook echt iemand die graag in de natuur zit. En ook graag in de natuur traint. Ik heb niet zo van grote steden. Leuk om af en toe even naartoe te gaan. Maar als je dan hier bent met zoveel lopers en je ziet het parcours glooiend en de natuur. Ja, prachtig. De diepe hel, de Holte Bergloop, met dus als een van de deelnemers Rachel Klamer. We kennen haar als een goede triatlete. Ze werd 10e op de Olympische Spelen. Maar nu doet ze alleen nog maar dingen die ze echt leuk vindt. Waaronder de Holte Bergloop. Dit jaar, het jaar na de Olympische Spelen, mag het gewoon. Je kunt wat andere dingen doen, wat andere wedstrijden. En je hoeft niet per se, de kwalificatie voor de volgende Spelen is nog niet begonnen. Dus je hebt wat meer vrijheid. Ik heb afgelopen jaar vooral veel leuke wedstrijden uitgekozen. Nou, ook gewoon natuurlijk het WK en andere grote wedstrijden. Maar ook een cross triathlon en een halve Ironman. Puur om eens te zien hoe ik dat vond. Nou, het is ontzettend goed gevallen. Hier is eigenlijk een beetje het koningsnummer. Dus ik dacht, nou gaan we die doen. Misschien een beetje opgekeken dat er wel heel veel goede atleten aan de start staan. Dus ik zal zeker worden uitgedaagd, absoluut. Iedereen denkt hier dat jij een beetje makkelijk gaat winnen eigenlijk hoor. Daar ben ik van overtuigd. Ik kan alvast beloven dat dat niet gaat gebeuren. Ook al loop ik de sterren van de hemel vandaag. Dus ja, ik ben heel benieuwd en het zal pijnlijk worden, ja. De wedstrijd over 10 kilometer is spannend. Vooral bij de mannen. Daar gaat het tussen allemaal Afrikanen die heel lang bij elkaar blijven. De snelste is iemand uit Kenia, Erik Kiptanui. Bij de vrouwen wint dan uiteindelijk toch degene die van tevoren zei dat ze helemaal niet kon winnen. Daar is ze, als eerste, Rachel Klamer. Gewoon de beste over 10 kilometer in Holte. Ah, gefeliciteerd, toch gewonnen. Ja, ik had het niet verwacht hoor. Ik had van tevoren gehoord dat er andere namen meededen. En ik wist dat die gewoon harder zouden lopen dan ik. Maar die stonden niet aan de start. Vond ik wel jammer eigenlijk, want ik had zoiets van, nou, die zullen mij eens even wat laten zien vandaag. Maar desondanks had ik in het begin, liep ik alleen, maar daarna een mooi groepje om mee te lopen. En de mannen die deden ook echt hun best om mij uit de wind te halen. En ik probeerde ook op kop te lopen. En het was een mooie groep om mee te doen, ja. En ja, je blijft natuurlijk de diepe hel door. Dus er waren echt stukken, vooral naar beneden. Ik had verwacht dat dat nog wel zou lukken. Maar op de delen naar beneden, de mannen liepen daar zo hard. Ik dacht, oké, ik moet bijblijven. En dat lukte nog wel, maar dat was pittig. Rachel Klamer dus, de gevierde vrouw. Maar dat gold ook voor al die andere deelnemers. De 30e editie van de diepe hel zit er weer op.